Nadat de verhalen rondom Die Voice of Holland naar buiten kwamen, gaf Jeroen Rietbergen zijn smerige gedrag al heel snel toe. Later kwam het nieuws naar buiten dat het Openbaar Ministerie hem zou gaan vervolgen voor de verkrachting van Nienke Wijnhoven. Net als Ali B, zou Jeroen ook zijn eigen rechtszaak krijgen en hopelijk een tijdje moeten brommen. Uit het niets kwam ruim een maand geleden het nieuws naar buiten dat Jeroen toch niet vervolgd gaat worden voor de verkrachting. Er is simpelweg niet genoeg bewijs voor het misbruik. Toch is het Openbaar Ministerie er wel van overtuigd dat er iets gebeurd is. Hij wordt dan niet vervolgd, maar het imago van Jeroen Rietbergen zal nooit meer hetzelfde zijn. Niet dat we voor dit spektakel van hem hadden gehoord, maar goed. Jeroen dacht direct te weten hoe hij naar de situatie moest handelen. Hij gaf al snel toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, tot grote ergernis van John de Mol, zegt Yvonne Koldewijer. Dat was zo dom dat hij dat had gedaan, zegt ze in haar podcast. Hij kon beter even niks zeggen, want daarna moest John dus gaan ontkennen dat hij dat wist. En Linda? Yvonne zegt dat ze ook heel veel verhalen kent over het vriendje van Linda de Mol, ook co-host Mark Koster kent veel verhalen. Die dateren al van voor de eeuwwisseling, hè? Voor de eeuwwisseling. Toen was die gozer conservatoriumstudentje in bandjes. Toch zijn Yvonne en Mark het er ook over eens dat Jeroen niet per se een verkrachter is. We kunnen allemaal stellen dat hij zijn bijnaam, vieze Jeroentje, eer aandoet. Wat er daar in de lucht heeft gehangen bij Die Voice of Holland, we willen het niet eens weten. Het was waarschijnlijk één groot hormonenbad.